Ja! Lucky me! Hij dacht waarschijnlijk dat ik iets geks ging doen, maar... Yo guys, tot dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag iets nieuws op mijn kanaal, namelijk Rocket League. Het is een spel dat ik vroeger echt super veel heb gespeeld en ik kan het ook wel redelijk. Nu is het zo dat als je Rocket League goed wil zijn, moet je dat ook echt zeker blijven spelen. Anders verleer je gewoon alles wat je überhaupt ooit hebt geleerd. Nu ga ik vandaag solo spelen. Ik ga gewoon kijken hoe ik in online ranked mijn eerste potjes kan gaan spelen. Ik ben ooit Diamond 3 en dan zeg maar die divisie hoger geweest. Ik weet niet meer hoe die precies heet. Maar ik wil eigenlijk een serie gaan starten met Duncan. Duncan kennen jullie ook, die speelt ook vaak Rocket League. En kijken naar Road to Champ. Of ik daar weer terug kan komen. Doe in ieder geval een blauw duimpje omhoog. Abonneer hier beneden op mijn kanaal. Dat zou ik super lief vinden. Check mijn Instagram hier even uit. En dan ga ik nu gewoon naar... Even kijken, hoe werkt het online spelen. Dan zetten we deze uit. Dan gaan we naar competitive. 2 tegen 2. Ik heb nog geen rank. Dan gaan we maar even voor grinden. Alright. Ik zit bij Sameboy, Pog en Rob Bos. Ik heb dus geen idee wat voor rank dit gaat zijn, hè. Zij kunnen al in een rank zitten. Oh, kut. Hier, dan gaat het al fout. Hier ging het al even fout. Ik heb dit spel echt al zo lang niet aangeraakt. Maar ik wil het zo graag weer oppakken. Ik kon ooit zeg maar... Ja, ah kut. Nou verneuk het. Maar ik kon van die waldribbles ooit. Kan ik nog steeds misschien wel. Maar moet ik het echt wel weer even gaan oefenen. Goal! Lekker, same boy. Oké, het enige wat ik echt haat in Rocket League altijd is aftrappen. Ik neem ze meestal nooit. Ik laat ze meestal altijd mijn teammate nemen. Ik ben er gewoon niet zo lekker mee. Ja, hier, dit soort schoten moeten er eigenlijk gewoon in tieven. No. Kut. Oké, I made it. Nee. Woe! Oké, ja, dit moet echt weer beter, jongens. Het spijt me als ik een beetje faal. Kan jij hem voorzet geven? Oké, nee. Ik ga terug. Ik ga er wel op af. Ja, harde tik, maar nou moet hij hem eigenlijk af... Lekker. Kijk, dat soort shit moet ik weer allemaal een beetje kunnen. Ik bedoel, ik geef hem wel een tik, maar ik moet nou ook weer even mijn auto bewegen in de lucht. En ik ga weer grinden. Ik wil gewoon weer terug naar het level wat ik ooit was. En ik kon het ooit echt lekker. Jij gaat. Nou, moet ik eigenlijk dat hij nog één keertje gaat? Ja, en hij start. Die guy weet ook niet zo goed. Ah, jongens. Tik hem. Nog een keer? Nah, ik mis veel aan. Nee, ja. Net geraakt, jongen. Oh, kijk. Dit is... Oh, die ging er niet eens in, want ik kreeg geen epische redding. Dat vind ik dan weer heel jammer. Kom op! Oké. Maar dat was lekker wat ik net deed. Nou, die heeft hij wel. Nee, oh, GG. Mijn team heeft het echt goed, man. Ik word echt zwaar gecarried hier. Hier, maak er nog maar eentje, maatje. Maak er nog maar eentje. Ah, hier is moeilijk. Nee! Oh. Oké, ik ga een waldribbel proberen. Nee, oké, never mind. Deze heb ik. Nice. Kijk, dit soort. Deze meuk. En dan zo. Oh, die gaat gewoon in één keer in. Kijk, dit. Ja. Kom weer een beetje in. Ik vind het wel lekker als ik deze bal gewoon maak. Ja, gaat ervoor natuurlijk. Oh. Wat gebeurde daar? Ik had überhaupt de boost gemist. Dus jij schiet alsjeblieft. Ja, en dit kon ik ook ooit zo. Ja. Oké, kan hem weer. Ja, ik weet. Nee, ik. Ah, nee, teammate, wat doe je nou? Ik kon gewoon weer naar de muur gaan en nog een baldribbel laten zien. Ja, oké, het is ranked, I know. Hey, deze... Kom, ik ga maar niet... Dit zijn wel fouten van hem. Ik zeg je eerlijk, dit zijn zijn fouten. Denk ik, toch? Of niet? Ja. Not sure. Nou, die aftrap kan ik toch niet. Woe! Oké. Ja, die moet jij pakken. Ja, en dan... Nee, ja, een voorzet. Deze moet je afmaken, pik. Nee, hoe dan? Dat is dan weer jammer. Hij is een beetje... Hij gaat juist omlaag en ik ga juist weer... Is net wat beter, zeg maar. Oh!
Nee! Oh, als hij over hem heen ging, werd ik gek. Ah, kut. Lekker. Oh, dit is heel naar. Als we deze nog gaan verliezen, hè? Dat kan echt niet. Ik had geen boost, jongens. Ik deed echt mijn uiterste best om deze bal nog uit te tikken, maar helaas. Jij. En, jawel. Nou, ga je nou niet? Ik wou net zeggen. Nou, ik blijf van hier in doel. Oh, gadverdamme deze. Van die ballen. Nee! Oh. Woe! Thanks God. Ja, ik kan zeg maar niet makkelijk naar beneden nu. Pak hem. Lekker. Oh, bijna. Kak. Ga ervoor. Dank je. Wat ga jij doen? Ja, je tikt hem weg, hè. Oké, dat was stom van mij. Heel stom. Ik ben terug. Nee! Hij gaat er niet in. Wat gebeurde hier? Ik dacht dat hij ervoor ging. Ja. Dit mogen we echt zo niet verliezen. Auw! Nee, hij beukt me gewoon. Tik hem, schiet! Oh mijn god. Oké. Oh, verlengen. Eerste pot rankt, meteen verlengen. Oké, schiet. Oké. Ah, niet moet goed gemikt worden. Boom. Ja! En dan nog een keer een tik. Nee! Nee, dit is echt mijn schuld. Omdat ik die boost mis. Dit is echt... Jongens, de schoonheidsfoutjes van mij hebben dit potje gewoon verloren. Mijn schoonheidsfoutjes. Omdat ik gewoon te weinig nog ervaring weer heb met spelen en zo. Maar hey, eerste potje gespeeld. Ik ben wel benieuwd welke rank zij zijn. Ik bedoel, ik heb echt lang niet gespeeld, jongens. Oké, Diamond 3. Ik zeg je eerlijk, ik speel nu tegen Diamond 3. Dat betekent één rank omhoog is gewoon al champ volgens mij. Maar ik hoor hier nog niet, denk ik. Ik hoor hier nog niet echt in. Ik moet echt veel meer spelen, wil ik in Diamond 3 horen spelen. Alright, nou zit ik bij... Huh? Ik speel tegen mijn teamgenoot van net. Dat vind ik echt wel wat toe. Oké. Dat was echt een zieke goal geweest als die raak ging. Wat gebeurt hier? Oh nee, die angle was niet te doen. Ik vind ze een beetje eng. Nee, ik wou dan die boost meepakken, maar dat lukt dan weer. Lekker, maat. Maat, hoe raak je die bal überhaupt? Kan jij hem raken? Nee? Oké, jij gaat voor de boost. Geef me trouwens ook tips, hè, jongens, in de comments. Als jullie echt zoiets hebben van... Deze, die zou ik erin moeten kunnen rachen, maar dat... Ja, oh! Als die teammate erbij was. Ik speel echt wel gewoon weer tegen goede mensen hier, hè. Ja, deze ballen vind ik kut! Teammate? Ja, en dan ga ik zo. Oké, en dan ga jij hem gewoon afmaken. Doe maar. Doe maar gek. Oh, jammer. Had hij er? Oké, ja, nee, ja, die gaat er natuurlijk niet in op dit level. Jij gaat iets geks proberen. En dat ga ik niet accepteren. Ik ga hem wel dribbel proberen. Ah, ik tik hem te hoog. Ah! Nee, ik tikte hem niet goed. Jammer dit. Heel erg jammer. Die ballen zijn moeilijk te redden, jongen. Oké. Ja, ik word hier gebeukt door hem. Ja, dat is een goede actie. Oh, hij mist! Hij mist! Pannenkoek! Oh, en dat doen ze ook weer goed hoor, dit. Door die touch, die voorkomt gewoon een goal. Kan jij hem alsjeblieft... Dank je.
Ja! Lekker! Woe! Oh, dit is even nice, dat het even gescoord is. Je ziet die air control? En met mijn auto heb ik nog niet zo in de lucht. Ik heb die air control nog niet zo. Oh mijn god. Wat doet hij? Nee, ik mis de boost. Oh nee, ik heb hem. Voorzetje. Afmaken. Oh, jammer. Hoezo zijn alle boosters weg? Ik hoopte echt dat mijn teammate daar stond, maar ik weet niet waar de hele tijd is. Ja, doe jij hem nog maar een keer. Nog een keer. Lekker. Dan pak ik deze. Ah, slechte touch. Ik moet meer... Oh, shit. Oh. Ik moet meer... Hoe noem je dat? Meer dat first person gebruiken. Oké. Okay. Hij pakt hem nog een keer. Prima, joh. Nee, is niet erg. Oh! Die ging op het verkeerde goaltje. Nou, deze moet erin, jongens. Die moet er gewoon in. Ja, hij gaat een waldribbel doen. Haal hem eruit. Nee, hij haalt... Ja. Oké, ik ben terug. Ik weet niet wat hij nu gaat doen. Ik wist niet of hij ervoor ging of ik. Ik stond er zo kut voor. Ja, dat is mijn schuld dit, hè. Nee, ik stond er kut voor. Maar jij zit op de... Ja. Ja. Whatever. Is het dan weer jammer. Staan we weer voor? En dan verneuk ik het weer. Oké. Okay. Die bal gaat misschien... Kak. Nee. Kom op, maak hem af. Lekkere voorzet, superpaas. Deze moeten we nou binnen hebben. Ik had een betere redding wel van hem verwacht, though. Ja, weet je, ik blijf toch even hier gewoon een goal voor de zekerheid. Ik wil niet nu een kut goal tegenkrijgen. Ja, ik wou hem gewoon op de grond laten liggen. En hebben we gewonnen. Lekker. Dus ik ga nog één potje doen. Ik ga 3 games spelen deze video. En dan ga ik de volgende video hopen met Duncan dat ik een serie kan voortzetten. Dat we samen zo hoog mogelijk gaan komen. Duncan is echt een... Nog echt 10 levels hoger dan ik. Of ja, echt 1000 levels hoger in skills. But, ik ga gewoon best doen. Ja, yeah, nou, Diamond 2 hebben we gewonnen. En ik ben de MVP. Dus in principe ben ik nu al back on my level. Maar dan nog een beetje laag, zeg maar. Oké, nou spelen we wel tegen een team. Dat is moeilijker. Maar maakt niet uit. Beam Rich, help me out, bro. Oké, ga jij daarvoor? Kan je een tikje geven? Oké. Nice. Oké, ik heb een goede teammate. En dan afmaken? Nee. Waarom ga je er nou voor? Jij was achter. Jij hoorde achter te zijn in ieder geval. Nou moet je hem pakken. Thanks. Pak ik hem nu? Ik pak hem. Nee, oké, ja. Ah, kut! Nee! Dit is echt zwaar, mijn schuld. Ik moet, ja... Jullie mogen me uitlachen. En nou verneuk ik die ook. Ga ik deze al... Nee, ik denk, ga er maar nog een keer voor. Nee. Ik heb een banjo nodig. Kom op. Dit sloeg echt nergens op. Als deze verlies is echt zwaar mijn schuld. Soms sta ik in die awkward situaties en dan weet ik gewoon niet wat ik moet doen. Ja, nou ja, hier word je ook niet vrolijk van. Oké, ik heb me in ieder geval geraakt. Oké. Ik wist echt niet waar die zou landen. Die is voor jou. Maar die komt niet aan. Schiet. Misschien nog een keer. Dank je. Hé, maar wij zijn net ook...
twee keer voor gestaan. En toen hebben we nog uiteindelijk verloren. Dus in principe. Ja, ja, ja. Oh. Nee. Ja. Ja. Ja! Oké! Okay. Ik heb één fout goed gemaakt. Oké. Okay. Hoezo heb ik nog steeds de meeste punten van iedereen? Dat vind ik dan weer raar. Oh! Ja! Lucky me! Hij dacht waarschijnlijk dat ik iets geks ging doen, maar... Lekker, die banjo heeft geholpen. Wat een kutschot. 24 miles per hour. Kijk, ik moet niet te snel lachen. En niet te snel juichen. Nou, jij tikt hem zo. Oké, nee. Oh, waarom raakte die nou nog een keer gast? Dat is echt dan weer... Dat sloeg nergens op. Dan raak ik hem dan nog een keer, maar... Oké. Ja, maar maat. Die ballen, die zijn awkward voor mij nog. Deze ballen zijn gewoon echt heel awkward voor mij. Als ik daar sta, zeg maar. Zo. Die bal gaat ook echt knijterhard. Dat is beter geraakt. Goed zo, Torbe. Ja! Wat een kutgoals, holy shit. Zij maken ook grote fouten hoor. En ik ben degene die maar de hele tijd scoort. Kijk, kom op, dit kan ik. Naar achter en dan die turn. Ah, nee. Oké. Oh, als ik daar goed op afrende. Nee, teammate. What is the fuck you doing? Why did you do so? Dit is niet mijn fout. Nou ja, ik had hem mogen maken, maar dat zou nog te goed voor mij zijn geweest. Maar... Kom, beuken. Maak deze. Oh. Sorry. Ik denk, ik ga er maar nog een keer voor. Nee, kut, ik mis hem. Yo, dit wordt echt nog grinden. Kom op, maat. Nee, inderdaad. Jezus. Nee. Oh, ik dacht dat hij echt beter was dan dit. Als die zat, werd ik gek. Maak jij jammer, teammate. Nee, dit is echt onze fout. Oh, dit is zo slecht. Oh, ik had nog bijna die laatste schot afgemaakt. Hè. Als die zat, werd ik echt gek. Oh, GG's. Maar welke rank waren hun dan? Oké, wat? Platinum? Diamond 3 en Platinum dan weer, oké. Shit. Nou jongens, dit was in ieder geval wel de eerste Rocket League video. Vonden jullie hem leuk? Doe een blauwdruk omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Check hier de vorige video uit. Dan zie ik jullie morgen om 7 uur bij een gloednieuwe video. En laat me even weten in de reacties wat jullie van Rocket League vinden. Later.